Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn favoriete producten van september doornemen. Ik heb het mandje er weer bij gepakt. Hij zit redelijk vol. Dus ik ga je laten zien welke producten ik fijn vond. En ik vertel uiteraard ook waarom ik ze fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van september, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een face palette uit de Jungle Book collectie van Catrice. En dat is dit palette. Dit is een samenwerking tussen Catrice en Essence. Catrice had de Jungle Book, Essence had dan Lion King. En de paletten zijn nog steeds te koop online. Ik vind allereerst de verpakking heel mooi vormgegeven, want het is wel karton, maar het voelt best wel luxe aan omdat ze een glitterlaagje hebben. Dat vond ik heel fijn. In het paletten zitten een highlighter, een blush, een contour en een bronzing. En, of bronzer moet ik eigenlijk zeggen. En ja, dat ziet er dan, ik zal even het blaadje eraf halen, zo uit. Er zit een mooie spiegel in de binnenkant en zo ziet het eruit. Ik vind de afbeeldingen die in de poeders zijn geperst echt heel erg mooi. Dus dat vind ik echt fantastisch. Ik zal ze ook even swatchen, zodat je even een idee hebt wat ik dan bedoel. Dit is de pigmentatie. Ja, ik zeg er wel heel eerlijk blij bij. Ik had van sommige producten eigenlijk het wel fijn gevonden als ze nog net iets intenser waren. Maar als ik kijk naar de paletten die ik heb getest, dan was dit wel de winnaar, zeg maar. Omdat deze wel echt wat liet zien op mijn gezicht. En dat vind ik wel belangrijk, dat een palette ook wel echt laat zien dat je wat aan je gezicht hebt gedaan. En dat deed deze. Dus daarom vond ik deze wel echt heel erg fijn. Dan heb ik een setje met vals wimpers in een opbergboxje van de Action. In dit setje, hier zit dus een doosje in. Ik zal hem even openmaken. Dan krijg je een tubetje lijm erbij. Een applicator om de wimpers mee op te of aan te brengen, moet ik zeggen. Ik wou op te plakken zeggen, maar aan te brengen is beter. En dit is dan het opbergboekje. Er staat op wake-up en make-up. En in dit doosje zitten dan drie setjes met wimpers. Er zit een spiegeltje in en dan krijg je deze wimpers. Ik vond deze het natuurlijkst. Dat zijn mijn favoriet. Deze zijn meer wat heftiger voor als je echt bijvoorbeeld een feestje zou hebben. Tenminste, het zou niet iets zijn wat ik dagelijks zou dragen. Nou, draag ik sowieso dagelijks geen nepwimpers. Maar ik vind het af en toe wel leuk om bij speciale gelegenheden het op te doen. Nou, ik vond ze wel heel leuk. En ik vind het leuk dat het gelijk in een opbergdoosje zit. Dus mocht je weggaan, kun je het ook makkelijk meenemen. Dus dat vond ik wel ideaal. Dat is dit setje. Ik heb het idee dat ze inmiddels een nieuwe verpakking hebben gekregen bij de Action. Maar dat was wel een heel fijn setje ook. Dan heb ik een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Hier ga ik niet al te lang bij stilstaan, want ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Heb je deze video niet gezien en zou je hem alsnog willen zien? Ik zal even een linkje hiervan in de beschrijving zetten. Het is namelijk de Melting for Ice Cream collectie. En ik begin even met de blush lighter, dat is deze. Hij heeft de naam 01 Water Cream Team gekregen. Het is een heel mooi product waar je dus een highlighter en blush in één hebt. Zoals je kan zien zit er een heel leuk ijsje in. En die zorgt dan voor de blush. En dan heb ik hier naast de highlighter. En dit is dan de swatch. Dit is de blush en dit is de highlighter. De highlighter is wel echt overheersend. De blush die valt een beetje weg, maar op het gezicht kwam die wel heel mooi terug. Dus die vond ik echt super fijn, deze. Ook uit die collectie heb ik de lip scrub. Ik ga deze wel even dicht laten zitten, want anders gaat het overal heen lopen. Dit is een hele fijne lip scrub. Er zit ook een naam bij, 01 Mr. Nice Guy. Ja, is gewoon een lip scrub die heel erg
naar aardbeien ruikt en een beetje sorbetgevoel geeft. Hij maakte mijn lippen echt heel erg zacht. En ik kreeg af en toe wat van de scrub in mijn mond. En het voelde ook gewoon heel erg lekker aan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dit opeet, maar het gebeurde per ongeluk en het voelde wel echt heel erg lekker aan. Hij zit ook gewoon, als je hem opendraait, zo dicht. Nou ja, ik weet niet of het echt uit gaat lopen. Ik zeg het wel. Nee, helemaal niet. Dit is de lipscrub. Ja, ik kan hier aan blijven ruiken. Hij ruikt gewoon heel erg lekker. Ook hadden ze hele leuke nagelstickertjes. Die ga ik nog proberen. Die heb ik er wel even bij gedaan, omdat ze heel schattig zijn. En ook uit die collectie heb ik de PH Reacting Lip Creams. En dat zijn deze twee. Dit zijn dus weer van die lipcreams die reageren op de pH-waarde van je lippen. Ik heb 01 Soft, Sweet en Creamy. Dat is de roze variant. En de 02 Vanilla La Love. Deze is ook echt geïnspireerd op de vanille-ijssmaak en deze op aardbei. Ik was heel erg onder de indruk. Ik heb sowieso best wel een hoge pH-waarde. Ruik ook zo lekker. Deze heeft echt een vanillegeur. Dit is het stokje. Ja, ik swatch je nu wel even, maar je gaat het natuurlijk niet echt zien. Omdat er in mijn hand niet de pH-waarde zit die in mijn lippen zit. Deze ruikt dus ook echt naar vanille en deze ruikt echt naar... Oh, heerlijk. En ja, ze zien er echt heel mooi uit. Ik heb ze dus wel even geswatcht. Maar daar heb je niks aan. Want die vanille die wordt echt roze. En die heeft me nog wel het meeste verrast. Sorry. Die roze kleur, daar had ik wel van verwacht dat die echt mooi roze zou worden. Maar die vanille kleur wist ik niet wat die zou gaan doen. Of die lichte kleur. En die werd echt zo mooi roze. Echt hele mooie lipcreams. Ja, ik was er echt heel enthousiast over. Ik had niet verwacht dat het zo mooi resultaat zou geven. Maar dat ligt wel echt aan de pH-waarde die dus in je eigen lippen zit. Dan heb ik van Catrice een oogschaduwpalet. En dit is het De Cerf Romance Pro Slim Eyeshadow Palette. Of ik moet eigenlijk zeggen De Cerf Romance. Want nu klonk het zo Nederlands. Het is natuurlijk een Engels palette. Hij heeft de naam 010 Destination Love gekregen. Ik hou heel erg van deze palet. Dus ik vind ze allereerst heel mooi vormgegeven. Met die oogschaduw vegen draad het op. En er zit een mooie spiegel in. En dan zie je ook altijd de namen eronder staan. Wat heel fijn is. Het is een palette met hele mooie kleuren. Het zijn kleuren die je moet aanspreken. Ik weet dat heel veel mensen een beetje klaar zijn met dit soort tinten. Maar ik hou er heel erg van. Ik ga even een paar kleuren pakken om te swatchen. En dan zie je ook heel duidelijk wat de pigmentatie is. Goed gepigmenteerd, zijn heel erg goed te blenden ook. En ik vind dat je echt leuke kanten op kan met deze oogschaduwpalettes. Ik heb er al meerdere getest en ik blijf eigenlijk wel heel erg enthousiast over deze palettes. Dus ja, ik vond deze ook weer echt super fijn. Dan heb ik een aantal nagellakjes van Essence. En deze komen uit de Bright Applied Nail Set. Dit was zo'n nagellaksetje. Helemaal compleet met... ik moet even tellen. 6 kleurtjes zaten er eigenlijk in. Maar er is er eentje uit. Want ik vond 1 kleur niet fijn. Het zijn gewoon nagellakjes die in het standaard assortiment van Essence zitten. Maar die hebben ze dus in een 1 pak samen gedaan. Die zijn er speciaal uitgebracht voor Pride maand. En dat was natuurlijk in augustus. Ja, het zijn mooie lakjes. Dit zijn van die nail lakkers. Ze beloven dus eigenlijk een soort gel finish achter te laten. Ik heb hier allereerst Plump It Up. Dat is een paarse kleur. Heel erg mooi kleurtje. Dit is nummer 54. Voor de mensen die dat willen weten. Ik zal even het kwastje laten zien. Je ziet er al gewoon heel basic uit. Het zijn gewoon eigenlijk een beetje die standaard nagellakjes. Ik moet zeggen, ze blijven niet super lang zitten. Ze chippen wel snel, maar je kunt ze wel makkelijk bijwerken. En ja, deze kleur die vond ik ook echt fantastisch. Dan hebben we kleur 51, Someone Like Blue. Die vind ik ook echt super leuk. Heel mooi kleurtje ook, bracht mooi aan. Zag er gewoon heel mooi uit. Dan hebben we nog zo'n mooie. En dit is de kleur 55. En dit is Inner Peace. Een groen kleurtje. Ook echt een super mooi kleurtje. Ja, ik hou wel van dit soort kleurtjes. Ik draag het niet vaak genoeg eigenlijk. Maar toen ik hem op had, vond ik hem echt heel mooi.
Dan hebben we nummer 48 en dit is Squeeze the Day. Dat is een oranje tint, maar niet echt fel oranje. Dit is niet zo'n oranje kleur die ik alleen met Koningsdag zou dragen bijvoorbeeld, maar ook wel gewoon. Heel leuk kleurtje. En dan heb ik nog de kleur 16 en dit is Chili Together. En dat is ook gewoon een hele mooie rode kleur. Daar hou ik van. Ik hou van rode nagellak. Nogmaals, ze zijn niet super long-lasting, maar ze zagen er wel heel mooi uit. Uiteindelijk op mijn nagels. Er zat er dus nog eentje in, maar die is dus in de bak beland van Niet Fijn. Dan heb ik van Max & More een Eyelash Grow Serum. En dit is zo'n serum die belooft om je wimpers langer te maken. Ik moet zeggen, het resultaat zou je krijgen binnen 6 weken. En ik zag eigenlijk al vrij snel resultaat. Verder is de huls niet heel bijzonder. Mijn stem raakt een beetje weg. Het aanbrengen was eventjes wennen, want je hebt dus geen spoelie. Ik had verwacht dat dit een spoelie zou zijn. Het is een heel fijn kwastje die je dus, waarmee je dit aanbrengt op je wimpers. En binnen 6 weken zou je dus duidelijk resultaat zien. Ik zag eigenlijk al vrij snel resultaat. Ik denk dat het resultaat nog meer zou kunnen worden als ik hem weer langer zou gaan gebruiken. Maar ik zag wel degelijk resultaat en dat het ook best wel snel werkte. Ik moet zeggen, hiervan kreeg ik niet echt uitslag. Ik heb het een keertje eentje gehad van het Kruidvatmerk, zo'n groeiserum. En daar kreeg ik echt heel erg uitslag van. En dat had ik bij deze niet. Dus deze vond ik wel echt heel erg fijn. Is dus gewoon van de Action van het merk Max & More. En belooft dus langer en vollere wimpers. Dan heb ik van Catrice een topcoat. Dit is de Coat Pastel topcoat. Dat is deze. Heeft de naam 01 Sessie Lessie. En het is gewoon een topcoat met een pasteltintje. Hij heeft dus een roze kleur. Ziet er heel mooi uit. Ik denk ook als je hem alleen zou dragen zonder nagellak dat hij ook al heel erg mooi is. Zo ziet hij er dan uit. Je ziet niet heel veel hoor van die roze tint. Van die roze tint zie je dus niet heel erg veel, zoals ik zei. Maar ik heb hem over een roze nagellak heen aangebracht. En ik vond het er wel heel erg mooi uitzien. Ik heb hem alleen bij roze getest. Ik weet niet hoe het bij andere kleuren is. Maar het is niet dat je echt hele pastelzachte nagels krijgt. Maar je ziet echt wel wat dat er een lichte kleur in zit. En dat vind ik wel heel mooi. Net wat ik zeg, ook gewoon heel mooi om gewoon op je nagels te dragen zonder een... kleurtje eronder bijvoorbeeld. Dan heb ik wat lipsticks van Essence. En dit zijn de Hydra Matte Lipsticks. Dit zijn dus lipsticks die mat opdrogen, maar ook nog eens de lippen hydrateren. En ik heb deze in een aantal kleuren. Ik heb hier allereerst de 404 Virtuose. Ik vind de namen altijd wel heel leuk. En ook die roze hulzen zijn gewoon heel leuk. Zo zien ze eruit. En ze drogen dus heel mooi mat op. En ze hebben dus echt wel een hele mooie tint, moet ik zeggen. Ze zien er echt heel erg mooi uit op de lippen. Ik laat zo even de swatches in één keer zien als ik ze allemaal heb gehad. Dan hebben we hier de 405 Berry Special. Alle hulzen zijn hetzelfde, maar als je meerdere varianten hebt, zou je ze dus op zijn kop in je stash kunnen zetten, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden, omdat er op de onderkant een sticker zit welke kleur het is. Dat is een beetje een donkerder kleurtje, deze. Ook heel erg mooi. Ik hou er wel van. Dan hebben we de 401 Mavement. Die ziet er zo uit. Ook een heel leuk tintje. En ja, ze blijven ook best wel goed zitten. Ik moet wel zeggen, als je er echt heel veel mee eet en drinkt, zul je ze wel bij moeten werken. Maar over het algemeen blijven ze op zich wel redelijk zitten hoor. Dan hebben we hier de 403 Peach It. Dat is een beetje meer een nude kleurtje. En hier heb je dus ook bijpassende lipliners bij. Dus dat zou de combinatie dan nog mooier maken. Dan hebben we hier de 402 Honestly. Ook weer zo'n nude kleurtje. Heel mooi ook. Ik moet wel zeggen, ik vind het af en toe nog steeds leuk om nude te dragen. Maar ik merk toch wel dat ik de laatste tijd ook wel heel veel voor kleur kies.
die wat intenser zijn. Dan hebben we hier 407 Coral Competence. Ik moest even goed kijken hoor. Dat is een rood kleurtje. Ja, hou ik ook heel erg van rood. Ja, moet je ding zijn, zeg ik altijd maar. Niet iedereen houdt ervan. En de laatste kleur die ik heb, dat is de 408 Pink Positive. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom deze kleur pink heeft gekregen. Want kijk, het is gewoon rood. Het is geen roze. Maar goed. En dan heb ik ze geswatcht. En dan laat ik even mijn hand zien. En dan zijn ze dit zo op een rijtje. Heel erg mooi. Mooie kleuren. Ik hou ervan. Dan heb ik een geurtje van Centio. Dit is de XOXO geur. En het is een heel zoet geurtje. Ik heb deze gekocht voor 2 euro. Volgens mij een tijdje geleden bij de Trekpleister. Dat was zo'n kassakoopje. En het is een geurtje van 15 milliliter. Zou je niet zeggen als je hem ziet. Want hij is best wel klein. Dit is het flesje. Heel schattig. Er zit er zo'n haakje op. En als je die eraf haalt kun je sprayen. Ik had daar de ervaring nog niet mee. Hij is wel heel zoet. Het is echt een heel erg bloemig geurtje. Moet je ding zijn. Ik had hem ook niet getest in de winkel. Ik heb hem eigenlijk gewoon gekocht. En ik dacht, ik zie thuis wel wat het doet. Ik vind hem wel lekker. Maar hij is wel heel erg aanwezig. Dus het moet je ding zijn. Het is een vrij zoet bloemig geurtje. Ik hou er wel van. Maar moet heel erg je ding zijn. Hij blijft ook best wel lang hangen, moet ik zeggen. Dat was ik best wel een beetje verbaasd over. Want ik weet op een gegeven moment, toen ging ik onder de douche. En toen had ik hem nog op. En toen rook ik gewoon in de douche die geur nog heel erg. Toen dacht ik, oh, dat vind ik best wel bijzonder voor zo'n goedkoop geurtje. Je had diverse varianten. Maar ik heb eigenlijk gekozen voor het doosje die ik het leukste vond. En dat was deze, omdat ik verder niks kon zien. Dus dat is deze. Dan heb ik een mascara van Miss Sporty. En dit is de Fabulous Lash Extra Black Lash Building Mascara. En hier was ik echt heel erg enthousiast over. Dit is namelijk zo'n mascara. Met een heel fijn borsteltje. Want het is een borsteltje waar ik van hou. En ik zag echt dat deze wat deed voor mijn wimpers. Ik zag echt, mijn wimpers werden heel mooi zwart. Ik zag ook echt dat mijn wimpers echt veel voller werden van deze mascara. Daar was ik echt heel erg enthousiast over. Ik moet zeggen, ik ben altijd wel fan geweest van Miss Sporty. Alleen het is in de winkels niet meer zo makkelijk te kopen. Ik weet dat Ethos het altijd verkocht. Nou heb ik ook geen Ethos in de buurt zitten. En ik weet ook niet of die het merk nog steeds verkopen. Maar ik weet wel dat dit ook wel een van de merken is toen ik met make-up begon. Die ik ook wel vaak heb gekocht. Maar echt een mascara die echt wat doet wat die belooft. Hij maakte mijn ogen echt wat intenser, zeg maar. Doordat ze die wimpers gewoon echter wat voller uit lieten zien. Dus daar was ik heel enthousiast over. Dan heb ik nog 2 lipsticks. En dit zijn de Shine Bomb lipsticks van Catrice. En dat zijn deze in die mooie paars met zwarte hulzen. Ook hiervan geldt, op de onderkant staat altijd een sticker welke kleur het is. Heb je meerdere varianten, zet ze omgedraaid in je stash zodat je ze makkelijk kunt zien. Dat is altijd handig. Ik heb hier allereerst de kleur 090 Queen of Hearts. En ik heb de kleur 080 Scandalous Pink. En ik vond gewoon ook die lipsticks heel mooi om te zien. Ik weet niet, ik heb er altijd een neiging aan om mijn make-up te ruiken. Kijk, zo'n heel leuk patroon zit erin. Heel mooi zo. Echt met die, soort van, wat zijn het eigenlijk? Stipjes. Nou, dit is een patroon die ik heel mooi vind. Dit is de roze variant. Ze voelen heel fijn aan op de lippen. Echt heel erg fijn. Die vond ik echt wel heel fijn. En dan is dit de rode variant. En die heeft eigenlijk datzelfde motiefje. Superleuk ook. Goede pigmentatie. Voelen fijn aan op de lippen. En dat is gewoon altijd een heel groot pluspunt, vind ik zelf. En die zien er dan zo uit. Hele mooie pigmentatie. Hele mooie kleuren. Ik vind het hele fijne lipsticks. En ik zal niet uitsluiten dat ik misschien in de toekomst nog wel eens een paar van deze kleuren zou willen gaan aanschaffen. Omdat ik ze echt heel fijn vind. Dan ben ik toe aan het laatste product. Ook hiervan geldt. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Ook hiervan zal ik de link nog even in de beschrijving zetten. En dat is het Skyline Eyeshadow Palette van Max & More. Ik ben dol op die oogschaduwpaletten van Max & More. Dat ze er gewoon prachtig uitzien. En dit is dus het Skyline Palette. Met een hele mooie skyline op de achtergrond.
Op de achterkant zie je dan ook altijd een afbeelding met de kleuren die erin zitten. Het paletten is gemaakt van karton. Komt dus bij de Action vandaan. En het patroon loopt ook door in de binnenkant met een spiegeltje. En dan zijn er dit de kleuren die erin zitten. Er zitten 21 kleuren in. Echt heel erg mooi. Echt voor ieder wat wils. Want er zitten nude tintjes in. Maar ook wat intensere kleuren. Ik vind het echt fantastisch. Ik ga even wat zwartjes op mijn hand doen. Dit is de pigmentatie. Ziet er gewoon heel erg mooi uit. Je kunt best wel veel kanten op met dit soort palettes. Ik blijf erbij. Het moet je ding zijn. Die kleuren moeten bij je passen. Maar ik word er gewoon echt super blij van die palettes. Omdat de palettes van Maxi Moore zijn zoveel verbeterd de laatste jaren. Er komen elke keer nieuwe varianten uit wat super leuk is. En ze zijn ook nog eens vegan. Dus echt ook weer een heel erg fijn palette.